Wat leuk dat jij weer een video komt kijken bij mij vandaag. Ik heb vandaag een diamond painting video van Frozen. Ik heb dit gekocht bij Action. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd hoeveel ik ervoor heb betaald. Maar ik dacht dat het onder de 2 euro was. Ik zal even opzoeken op mijn bonnetje hoeveel het heeft gekost. En hieronder bij de beschrijving van de video plaats ik het bedrag, zodat je het voor jezelf kan weten. Het lijkt me hartstikke leuk. Laten we eerst even kijken wat er allemaal in het pakketje zit. En daarna ga ik aan de slag en aan jullie het eindresultaat laten zien. Ik had de vorige keer ook een diamond painting gekocht bij Action. Even kijken, volgens mij ligt het hier zelfs nog naast me. Moment. Zo, komt-ie. Ja, kijk. De vorige keer, maar die duurde veel langer. Ik heb hier de vorige keer 3 dagen over geduurd. Maar ik vond hem hartstikke leuk om te maken. En voor een paar eurotjes heb ik echt 3 volle dagen lekker aan gezeten. Even zo opzij. Dit ziet er veel makkelijker uit. Hier denk ik dat ik veel sneller mee klaar ga zijn. Misschien zelfs binnen een dag. En ik vind het er al wel heel erg leuk uitzien. Nou, wat krijg ik in het pakket voor... Ik dacht, als ik het uit mijn hoofd zeg... Sorry als ik het fout zeg, maar volgens mij nog geen 2 euro. Krijg ik een bakje. En die zat dus ook in het vorige pakket. Je krijgt een pen, een diamond painting pen. Waarmee je dus de diamantjes kan plaatsen. En een stukje wax. En je krijgt de steentjes. Nou, laat ik even aan jullie zien wat de bedoeling is. Ik heb de zakjes losgeknipt. Op de zakjes staan dan letters. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld staan de D. En op het plaatje staan dan dus ook de letters. En de D, dat zijn dan dus de lipjes. En daar plak ik dus de steentjes met D erop. Ik heb wel als minpunt dat de letters niet allemaal heel erg goed te lezen staan. Hier zie je nog wel een B. Nou, die heb ik even moeten ontcijferen. Ik wist nou niet of het een D of een C was. Maar uiteindelijk, aangezien dit dus al een D is, dan moet het dus wel een C zijn. Dus dat vind ik wel een klein minpuntje. Vooral een klein minpuntje, want het zijn gelukkig niet al te veel letters. Maar stel dat ik alle letters van het alfabet had gehad, dan had ik het wel lastig gevonden. Nou, ik moet de pen even klaarmaken. Dan pak ik dus mijn stukje was. Even folie een beetje opschuiven. En dan ga ik mijn pen er zo indrukken, zodat ik een stukje was in mijn pen heb zitten. Op mijn pen heb zitten, zo. Huppakee, hoeft niet helemaal uit te steken. Vind ik niet zo fijn. Goed, dan begin ik dus met A. Je knipt een stukje over en ik had als tip de vorige keer gekregen, gebruik bakjes voor de steentjes. Dat is veel handiger. Hele goede tip, heb ik nog niet. Maar ik vond de tip wel geweldig. Oké, de steentjes zitten in mijn bakje. Ik wiebel een beetje, zodat de meeste steentjes even meteen goed komen te liggen. En dat is wat makkelijker voor mijn pen. Kijk, het bakje heeft dus ook ribbels, waarmee dat prima werkt. Nou, dan schuif ik hier een klein stukje van mijn folie opzij. Dit plakt, dus je moet niet gelijk alles eraf halen, want dan plakt de hele boel. Maar gewoon waar je gaat werken, dat haal je een stukje eraf. Dan druk ik mijn pen op een steentje. En dan plakt het steentje dus zo vast aan je pen. En je steentje druk je dan dus op het plekje waar die hoort. Dit zijn steentjes A. Dus ik plak even hier zo de steentjes van A op plekje A. Nou, zoals je kan zien is het dus een werkje wat je met veel geduld moet doen. Goed voor je fijne motoriek ook. Je oefent dan gelijk bij het vasthouden van je pen. Ik moet zeggen, ik vind het echt een heerlijk werkje. En ik doe het werkje het liefst met een koptelefoon op mijn hoofd en een verhaal. En dan krijg ik een verhaal voorgelezen terwijl ik dit doe. En zo lukt het me ook wel om urenlang aan tafel te zitten en te plakken. Nou, mijn vorige werkje heeft 3 dagen geduurd. Dit gaat me geen 3 dagen kosten. Maar ik denk wel dat ik lekker van een luisterverhaal kan genieten terwijl ik dit ga afmaken. Ik ga dit ondertussen afmaken en dan krijgen jullie straks het eindresultaat te zien. Ik heb weer even een uurtje hieraan gewerkt en zover ben ik al. Nou, het begint er echt al super mooi uit te zien. Ik vind de diamantjes gewoon echt heel erg mooi. En toen dacht ik ineens, volgens mij gaat het veel sneller als ik 2 bakjes gebruik. Ik had nog 1 bakje van mijn vorig werkje toen ik zo'n schildpadje van diamond painting maakte. Nou, dus dan met 2 bakjes en 2 verschillende kleuren gaat het natuurlijk een stuk sneller. Dus het begint er echt al heel erg mooi uit te zien. Ik ben benieuwd, stel jij hebt ook een van deze setjes van de Action. Hoe ver ben jij al na 2 uur? Ben jij even ver als ik? Of ben jij misschien wel verder dan ik? Of...
Ietsje minder ver? Laat het maar weten hieronder bij de beschrijving. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, ik ga weer verder en dan laat ik je zo meteen weer zien. Kijk eens, zo ziet het er dan uit. Ik vind het gewoon echt heel erg mooi uitzien. Ik vind de diamantjes vind ik echt ontzettend mooi. Dit was ongeveer 5 uur en een kwartier werk. En dat valt op zich best wel mee. Lekker veel uren heb ik hieraan kunnen spenderen voor een paar eurotjes. Nou, dat vind ik op zich wel een heel goed werkje. En ook wel zeker het geld waard. Ik vind het er heel mooi uitzien. Als je die dan ook nog eens leuk inlijst, kun je die in je kamer heel mooi ophangen. En heb je dus eigenlijk een hele mooie, ja, een mooi schilderijtje eigenlijk, die er gewoon heel anders uitziet. Dus dat vind ik wel heel gaaf. Ik heb eventjes mijn vorige diamond painting, ook van Action, erbij gepakt. Zodat je even een beetje het verschil kan zien. Ik dacht uit mijn hoofd dat ik hier zo'n 13 uur over gedaan had. In elk geval 3 volle dagen. En toch wel wat nekpijn erbij, omdat je steeds naar beneden moet kijken. Dus wat dat betreft is dit veel beter om mee te beginnen, vind ik. 5 uurtjes en als je dan nog eens een luisterverhaal of zoiets aanzet, dan gaat de tijd heerlijk voorbij. Terwijl je eigenlijk lekker bezig bent, want het is op zich best wel simpel. De figuren zijn eigenlijk best wel simpel en het is gewoon een leuk werkje om te maken. Ik heb er nu 2 bakjes. Nou, leuk. De volgende keer dat ik weer zo'n werkje erbij koop, heb ik weer een extra bakje erbij. Dat vond ik op zich wel handig. Vooral als je dan zeg maar bij dit soort stukjes aankomt. Want ik werk altijd een beetje per rij. Dan vind ik het wel fijn als ik dan wat meerdere bakjes heb met de juiste kleuren er dan bij. Dit is wat ik nog over heb. Een zakje met nog de steentjes van de verschillende kleuren. En hier kan ik ook vast wel leuke kaartjes van maken die ik dan zelf ontwerp. Dus dat vind ik ook wel heel erg leuk. Ik vind het dus een leuk product. Ik vond het leuk om mee aan de gang te gaan. En ik zal zeker wel de diamond paintings nog in de gaten houden bij Action. Vooral deze, want die vind ik gewoon wel leuk om een keer tussendoor te doen. En die zien er ook wel leuk uit. Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. Doepa doe!